Hallo mensen en welkom terug op mijn kanaal Infinity NL. We gaan vandaag op mijn kanaal een keer iets compleet, maar dan ook echt iets compleet anders doen. Iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan. We gaan vandaag geen game spelen, ik ga vandaag een podcast doen. Dus dat is echt niet, eigenlijk niet echt een kijkvideo, het is meer een video om gewoon naar te luisteren terwijl jij aan het joggen bent. Terwijl je op de fiets zit, naar het werk of gewoon lekker op de bank zit. Het maakt niet uit waar je bent, je kan het altijd beluisteren. Dit doe ik samen met Gotham Knights, linkje zal in de beschrijving staan. En we gaan het hebben over de games van 2021, een terugblik op 2021 en op 2022. Het jaar waar we nu op dit moment al in zitten, het is januari. En we gaan het hebben over welke games we willen spelen. En waar we het meest naar uitkijken en waar we het meest plezier in hebben gehad in 2021. En daar gaan we dus zeker ook gewoon mee beginnen. Yes. Dus Gotham Knights, ik wil eigenlijk jou het eerste woord laten geven nadat ik de introductie al heb gedaan. Wat vind jij van de game? Wat vond jij van 2021 in totaal? Het totaal plaatje, vond je het een crap year of vond je het een goed jaar voor de games? Nou, mijn mening is dat ik dit wel echt een hele mooi jaar vond. Waarom? Het is, er zijn mooie games uitgekomen dat jaar. En ik heb me daarin super vermaakt. En ik denk dat we wel heel wat mooie content hebben om een mooi gesprek aan te gaan. Om dit, Wij hebben zeker heel veel content om een gesprek mee aan te gaan. Jullie weten natuurlijk ook, 2021 was het jaar waarin Gotham en ik eigenlijk begonnen met het team, zeg maar. Om dingen op te nemen, series op te nemen. We hebben series opgenomen zoals It Takes Two, een game die in 2021 ook uitkwam. En zoals het lied al bevestigde, eigenlijk is het wel voor mij eigenlijk wel Game of the Year geweest. We hebben A Way Out hebben gespeeld, ook een hele goede game van dezelfde makers van It Takes Two. Ook een co-op game, een veel co-operatieve avontuur die je kunt beleven. Ja, eigenlijk iedereen kan het spelen. We hebben Sackboy gespeeld, wat op zichzelf geen slechte game is. Maar het was wel een slechte game wat betreft de bugs en wat betreft de co-op die in de game zat. Daar lekte het serieus wel erg. En toen hebben we Borderlands gespeeld, maar die gaan we eventjes aan de kant schuiven. We gaan het straks nog wel even hebben over een volgende titel die te maken heeft met Borderlands die in 2022 uit gaat komen, maar die serie zijn we ook begonnen. Ik wil eerst even weten van Gotham Knights welke games hij heeft gespeeld zonder mij, die in 2021 uit zijn gekomen, die eigenlijk het beste bij zijn gebleven, zeg maar. Mm-hmm. Even kijken. Ik denk dat ik dan ten eerste dan, wat je al zei, It Takes Two moet behandelen. Waarom? Ja, ik ben nog een best jong kanaal en ik ben begonnen in april. Mm-hmm. En daarvoor heb ik natuurlijk voor mezelf allemaal Batman games gespeeld, maar dat zijn allemaal oude games. Dus die zijn ver achter waar wij het nu over gaan hebben, over welk jaar. Klopt. Dus ik denk dat ik daarmee kan beginnen met dat. En dat heeft echt wel mijn oog geopend, zeg maar, hoe goed co-op games kunnen zijn. Inderdaad. Het heeft me echt, echt heel veel leuke momenten gegeven. Nou, het was ook de eerste grote serie die wij samen deden, zeg maar. En volgens mij kwam jij met de eerste serie zelfs. Ja, het was de eerste serie die wij samen deden. De eerste was een Black Ops 3 video. En daarna zijn we echt begonnen met de It Takes Two content. En voor het verhaal moest je er niet echt wezen. Want eigenlijk wist je al vanaf begin aan het einde wat er zou gebeuren. Ja. Mensen die scheiden, kwamen weer bij elkaar. En wat dacht je? Ja, ze kwamen ook uiteindelijk gewoon weer bij elkaar. Ja, natuurlijk. Het is geen heel goed verhaal. Maar voor het verhaal speelde ik het niet. Ik speelde het echt voor de gameplay. Want ze hadden heel veel verschillende stukjes. Zoals bijvoorbeeld shooters. Een knipoog naar de shooters, zeg maar. Knipoog naar de platformers. Ja. Naar de RPG's. Alles zat erin, zeg maar. Ja, klopt. Dat vond ik echt mooi, tof. Dat ze van die hele kleine, ook kleine Easter eggs hadden. Van bijvoorbeeld A Way Out. Ja, daar wist ik toen nog niks van. Nee, precies, ik weet nog wel dat jij zei bij mij met die toiletten, zeg maar, dit is een Easter egg. En dat zegde mij toen die tijd helemaal niks natuurlijk, want ik had ook bij jou nog niet gespeeld. Nee, klopt. Maar dat vond ik wel echt heel mooi dat ze dat erin deden. En ook de personages zelf van Way Out hebben ze er ook in verstopt. Dat staat eigenlijk ook op beeld. Ik, voor mij ben jij dat zelf al vergeten, want ik had het er laatst een beetje over. En dat is niet bij je erin gekomen.
Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar er zijn nog in die games waren er nog veel meer soorten Easter eggs. Ook met andere games, zeg maar. Het was niet alleen maar A Way Out wat terugkwam. En dat vond ik wel heel mooi, eigenlijk. Ja, precies. En ze zijn ook van plan om meerdere games te maken, heb ik al gehoord. Developers die van It Takes Two. En ik kan echt niet wachten wat ze nog meer in petto hebben voor ons. Want het is een hele goede game. Grafisch zag het er goed uit. Dus, zeker. Maar ja, het verhaal is niet zo sterk. En daarmee wil ik ook gelijk door naar eigenlijk eventjes een zijstraatje van A Way Out. Want dat is natuurlijk geen game uit 2021. Maar het is wel de opvolger voor mij van It Takes Two. Dat verhaal is een stuk beter. Ja, dat was ook echt naar de story toe. Hè? Dat was echt een serieuze verhaal. En dat je echt uiteindelijk op het laatste, weet je wel, een hele twist krijgt. En dat vond ik echt zo mooi, omdat ik het al gespeeld had en jou en die hele... Precies. En in It Takes Two was er eigenlijk nul twist. Nul. Nikkes. Nabbes. Nee, helemaal niks. Maar ze zijn allebei goed. Ze zijn allebei heel goed op hun eigen manier. En als ze nou echt gewoon de combinatie kunnen vinden... Ik weet niet of ze in 2022 nog een game uit gaan brengen. Lijkt me sterk, omdat ze in 2021 al iets groots hadden. Ja. Dat lijkt me, misschien gaan ze iets aankondigen in 2022, dat weet ik niet. Maar wanneer was ze dat verhaal dan mixen met goede gameplay, dan heb je echt het perfecte spel. Maar desondanks het verhaal dat niet goed was, was wel een van mijn betere games die ik heb gespeeld in 2021. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd, Gotham, naar jouw favoriete game van 2021. Of dat ook, dat kan ook It Takes Two zijn hoor. Dat mag, maar dat mag ook iets anders zijn, dan moet je zelf... Ik vind dat zelf, en die game staat echt nog steeds bovenaan mijn lijstje qua 21 games. Ja. En volgens mij is dat, als ik het goed heb, en ik kan volledig door de mand vallen, maar dat is A Plague Tale. Waarom? Dat maakt niet uit hoor, maar volgens mij was A Plague Tale Innocence uit 2020. Ah, in is mijn dat hoofd. Zo? Of zelfs 2019. Ik ga het nu even opzoeken. Ik denk 2019. Ja. Is dat 19? Oké, okay, dat is volgens mij 19. Nogmaals, even voor de kijkers, ik ben helemaal niet goed in jaartallen. En zeker niet omdat het veel lezen is en waar het allemaal gemaakt is. En ik ben helemaal niet voorbereid op dit. Want dit kwam ook zomaar als idee van Infinity. Ja, dat is mijn idee, voor de allerduidelijkste kwestie. Ja, het is echt, ik doe dit samen met Infinity, omdat het Infinity zijn idee was. En ik vind het hartstikke leuk om daar eigenlijk bij te wonen. Het is alleen meer van, jij leidt het gesprek. Ja. En ik probeer daar ook natuurlijk mijn mening en alles in te geven. Maar ja, dan krijg maar je ook zulke dingen. Je kan het inderdaad ook een Plague Tale. Ik bedoel, je kan het wel, want het is je eerste keer dat je het gespeeld, voor mij ook dit jaar. Je kan het makkelijk toepassen, omdat in 2022 komt er een nieuwe uit. Ja, maar vertel maar even aan de kijkers wat het precies is, want ik kan me voorstellen dat heel veel kijkers niet eens weten wat het is. Het is nou niet zo'n hele grote game natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar het was story-driven. Ja. Vond ik het echt een top game. Ook met mooie verhalen van de karakter zelf. Ja. En ik vond het ook heel mooi hoe de graphics zijn geworden. Zeker met hoe ze dat hebben gedaan met de ratten. Want de Plague Tale gaat eigenlijk over dat er is een plaag. Een rattenplaag. En dat schijnt dus zo van hoger af te komen. Van een soort met... wat was het? Een priester. Die probeerde die ziekte zeg maar door het land te verspreiden. En daardoor kwamen er ratten. Ja. En die ratten, wat ik zo heel mooi vond, is dat ze die ratten in die game zo levendig hadden kunnen maken met zoveel. Mm-hmm. Want vroeger was het zo, als je heel veel kleine, ja, hoe moet ik het noemen, NPC's had. Klopt, ja. Dan was het heel erg snel, gaat het haperen, omdat voor mij de CPU het niet aankon. Ja. En nu is het zo, dat ze het zo hebben kunnen maken dat ze echt gewoon, het lijkt dat je miljoenen, misschien wel tientallen miljoenen ratten hebt. Mm-hmm. En dat het allemaal lijkt dat het allemaal individueel beweegt en dat het zo leeftig is. Dat vond ik ook echt heel knap. En gewoon de gore die erin zat, de viezigheid. Ja, en ja de zeker. Je speelt echt co-op met je kindje. Je geeft om je broertje, zeg maar. Ja. Je komt leuke mensen tegen en het is grafisch, is het prima. Het is wel heel lineair, moet ik zeggen. Ja. Maar dat helpt ook voor developers om een grafisch nog meer naar buiten te krijgen. Ja, omdat je geen open world hoeft te renderen. Ja, maar dat is juist wat ik altijd het mooie. Bijna elke game die groot lineair uitspringt. Is. Nou ja, nee, die groot uitspringt is meestal een open world game.
Ja. Snap je wat ik bedoel? En ik vind het eigenlijk veel leuker om eigenlijk een lijn te hebben naar het rode draad. En dat ze Nou, inderdaad ja. daaraan een heel mooi graphics en een mooi verhaal kunnen aan kunnen sluiten. Aangezien als Want je je een hebt. open world game hebt, Ja. dan is er opeens, ben je all over the place. Snap Ja, je? Dan ben dat. je daar weer en dan weer daar en dan weer en. Ik vind het allebei kan ik het wel hebben, zeg maar. Een open world en een lineaire game. Want met een lineaire game is, dan maak je altijd progressie. Het maakt niet echt uit wat je Ja. doet. Je speelt eigenlijk een soort film, weet je wel. Waar je af en Ja. toe wel tactisch moet zijn en echt moet nadenken. En er gebeuren twisten en dingetjes. En je zit wel eens op het einde van je stoel. Je maakt altijd progressie. Ja. En je bent niet aan het grinden voor een bepaald level. Of je bent Nee, gewoon echt precies. En vooruit aan het spelen. daar haak ik heel erg mee af, weet je wel. Ja, Zoals ook met dat bijvoorbeeld, snap daarom ik heb ik de wel. game Far Cry. Maar daarom heb ik dat niet gespeeld. Ja, Omdat je juist. moet zoveel dingen doen voordat je een beetje Ja, op nou een punt ja, komt. als de grind leuk is, en wat dat vind ik in Far Cry 6 zo, ook echt een van mijn favoriete games dit jaar. Als de grind in een game leuk is en je hebt het gewoon naar je zin met bijvoorbeeld een kampje kleren of een anti-aircraft system neerhalen of een raceje doen. En dan weer een story-driven missie. Als die site zit, als het leuk is en de wereld van Far Cry 6 is echt leuk, is mooi en is vibrant en is echt wel heel levendig. Daar kun Ja. je gewoon uren in spenderen en dat vind ik wel nice. En ik vind het soms ook wel eens leuk als ik aan het afdwalen ben. Bijvoorbeeld, dan maak ik een plannetje, zeg maar. Daar heb ik een story missie, dus ik zet die waypoint erop. Maar ondertussen krijg ik een NPC die vertelt mij over een kamp die ergens in de buurt is. Dan ga ik die clearen. Vanuit dat kamp zie ik weer ergens een gebergte die er interessant uitziet. Dan blijkt dat de schattenjachten zijn. Dan ben je ineens een of andere grot. Dan ben je op een gegeven moment ben je 2 uur bezig. En Ja. heb je die story missie heb je nog niet gedaan. Maar dat vind ik soms ook wel leuk. Dat je echt helemaal verdwaald kan raken in zo'n wereld. Ja. Maar dat is net een beetje, ja, je smaak, wat je leuk Ja, vindt precies. aan de game. Ja. Ik vind het Nee. allebei wel leuk. Die story-driven spelen vind ik leuk. Zoals de Order 1886 die ik heb gespeeld. Vond ik Ja, ook een beetje lijken zeker. op een Plague Tale. Op dat Ja. gebied. Ja, is het ook, was het ook. Daarom wil ik eigenlijk ook een beetje de Plague Tale props geven, maar ook zeker de Order. En dat is dan een hele best oude game. Ja, de Order is volgens mij een Maar game uit 2016, volgens in mij. die tijd, 2016 dan, was de game echt high class. Gewoon insane, dus En on top. Alles was. ik vond het nu nog steeds prima uitzien en geruchten gaan ook over een nieuwe Order game. Ja, Ik en wil het graag zien. het is ook mooi van dat ze soms games die nu nog uitkomen voor de PlayStation 5, vind ik er zelfs nog minder goed uitzien dan de Order, vind ik. Precies. Bij games. Weet Ja, je wel, dat ligt niet. natuurlijk ook een Ja. beetje aan de artstijl. Maar over Ja, zeker. goede grafisch gesproken, ik denk dat we even snel overgaan naar mijn andere favoriete game van 2021, die ook echt super hoog op mijn lijstje staat. En ik heb het grafisch al benadrukt en ik denk dat dit grafisch de beste game die er op dit moment uit is voor de PlayStation, all over the place, voor de PlayStation 5. Die kwam al, ik weet niet precies in welke maand die uitkwam, maar hij kwam best wel aan het begin van 2021 kwam die uit. En dat is Ratchet & Clank Rift Apart. Oh ja, die heb ik zelf nog nooit gespeeld. Ik zou Heb hem ik een nog niet keer gespeeld. oppakken als ik jou was, want ja, ik heb Ratchet & Clank op de PlayStation 4 had ik gespeeld, de PlayStation 4 versie. Ja. En die zag er ook wel heel goed uit, maar deze blazen me toch omver, jongen. Vooral Ja. de intro missies, dat je aan het grinden bent op die pilaren, zeg maar, weet je wel, met dat Ja, ja, ja. robotje. En Ja. dan kom je ineens in een andere mansion en dan laden ze zonder enige frame drops of zonder enige gekke dingen, laden ze binnen enkele milliseconden gewoon een hele andere wereld voor je neus. Ja, precies. Daar Maar was dan ik echt laat. van onder de Ja, indruk. dat laat weer zien eigenlijk wat van games ze nu kunnen maken Zo. met de hulp van de PlayStation 5. Daar Hoe was ik snel onder het de in. allemaal kan. Zo, maar dat was echt niet normaal. En gewoon de gameplay, het was leuk. De details waren awesome. De voice actors waren leuk. Het is geen moeilijk spel per se, maar het is gewoon een heel leuk spel om te spelen. Heel veel verschillende leuke wapens die je kan unlocken. Heel veel leuke planeten. Ook nog wat open world elementen, zeg maar. Wat side missietjes hier en daar. Ja, Ja. zeker ook een hele goede. Ik zit daar een beetje tussen te kijken, tussen It Takes Two en Ratchet & Clank. Ik vind ze allebei heel erg goed grafisch. En allebei laten ze echt wel zien wat de PlayStation 5 toe in staat is, zeker. Dus ik weet niet of jij nog ergens een andere 2021 game wil behandelen die jij nog hebt gespeeld. Nou ja, eerlijk gezegd, ik heb heel veel games gespeeld, Ja, heel veel oudere maar games inderdaad. heel veel oudere games inderdaad. En Ja. ik rijd.
eigenlijk heb ik zoveel spelletjes die ik nog wil doen, die oud zijn, dat ik niet eens toekom aan de nieuwe games. Snap je? Ja. En ik wil heel graag ook de nieuwe games heel graag spelen. Nou, weet maar... je hoe ik het vaak doe, is eerst ik doe dan eens een oude game, bijvoorbeeld The Order. En dan pak ik weer een nieuwe game, zoals Hot Wheels Unleashed, die ook uitkwam. Dan pak ik weer een nieuwe en oude, dan mix ik het, zodat ik wel een klein beetje bijblijf met het recente, maar dat ik ook wat oudere games kan oppakken. Ja, precies. Dus, maar nee, geen, echt werkelijk waar, geen andere 2021 titel die jij aangeraakt hebt? 2021 titel, nou, dat heb ik eerlijk gezegd nogmaals, heb ik niet naar gekeken uit welk jaar zou maar komen, weet je wel. Ik zou ongetwijfeld, zou ik er wel één gespeeld hebben. Oh, ik heb er eentje voor jou die je kan behandelen. Ik kijk nou even mee, want deze hebben wij allebei gespeeld, kunt allebei nog even over hebben. Kena Bridge of Spirits. Kena Bridge of Spirits kwam natuurlijk. Ja, ik heb ook even mijn telefoon. Ik heb je even geholpen, want ik in mijn telefoontje heb ik hier eventjes aanstaan. Want anders kwam ik er ook niet op, hoor. Nee, ja, nou, bij mij is het lezen echt langzaam, weet je. Dus ik moet echt jouw hulp inderdaad met dit hebben. Ja. Maar inderdaad, maar Bridge of Spirits. Wat ik daarvan vond, ik was helemaal overhyped van de game. Ik heb hem gepre-ordered en alles. En ik had nog de kans gehad om de Golden Edition te halen. Maar ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Want het zou niet iets uitgemaakt hebben. Maar nee. Ik heb het toen hij meteen, 15 seconden dat de pre-order voorbij was, dus ik hem kon spelen, heb ik hem gespeeld. Ja. En ik kwam heel veel glitches tegen. Ja. Dat zou misschien ongetwijfeld nu misschien wel weggepatcht zijn door verschillende dat weet updates. Ik wel zeker. Ja. Ja. Maar ik vond qua game, qua graphics, en het was trouwens een indie game. En dat moet ook even gezegd worden. Ja, dat het Amber Labs. Daarom ook echt een... Zeker een goede game was. Ja. Maar daarentegen lekte het ook wel wat, wat sjeu, zeg maar, voor mij. En dat houdt in, het heet de game Kena Bridge of Spirits. Maar er wordt niet veel goed verteld, voor mijn gevoel. Ze praat niet veel. Ze is niet echt interactief bezig. Het verhaal werd achter in de hoek geschoven. En het ging echt over, kijk hoe, hoe het grafisch is. De gameplay was niet per se. Gameplay-wise was het ook niet per se heel interessant, laten we eerlijk zijn. Het hack en slashen, het crossbowen, dat hebben we allemaal heel erg. Het werd allemaal heel snel gerepeat. Op een gegeven moment, maar dan wel met een ander eindbaas, weet je wel, of een baas. Ja. Dat je denkt van, dat je wel. Je had eerst meer de gedachte van: wauw, wat is een mooie game. Ja. Dan dat je denkt van: wat een mooi verhaal. Want het verhaal sloeg eigenlijk helemaal nergens op, vond ik. Daar ging het ook niet bij mij om. Maar ik keek constant. Wauw, weet je, ik ging overal stilstaan. Ik denk van, wat is dit mooi gemaakt. Echt zo Pixar-achtige. Het zag er echt heel mooi uit, zeg maar. Al die poppetjes en al die dingetjes die kon je verzamelen. Alleen het reward-systeem was een beetje meh. Ik bedoel, het enige wat je kon met je muntjes waren hoedjes zetten. Hoedjes kopen, ja. Dat was alles wat je kon, hè? En dan denk je van, waren bezig alleen met een beetje met de customizen van je... Je had een skill tree, ook niet zo heel bijzonder uitgebreid. Nee, dat was heel klein. Maakt niet uit dat hij klein was, want de game zichzelf was ook niet heel lang. Het was een korte rollercoaster, zeg maar. En het was leuk. Het was zeker waardig om te spelen als je hem nog niet hebt gespeeld. Maar niet voor het verhaal, want Kena zelf praat ook niet zo, krijgt ook niet heel veel voice helemaal lines. Bijna helemaal niet. Dus dat is wel een beetje minder inderdaad. Het verhaal kon me eigenlijk ook niet zo heel veel boeien, als ik heel eerlijk ben. Maar echt, grafisch en gameplay-wise en alles is allemaal gewoon lekker top in orde. Dus zeker een game die je niet moet missen. Nee. En ik denk dat het ook wel veel onder de radar vloog van heel veel mensen. Want volgens mij... Dat denk ik ook wel, ja. Je moet er wel een beetje bijblijven bij dat, zeg maar. Je moet wel weten dat het eraan kwam. Je moet wel weten dat het eraan kwam, want volgens mij was er niet zo heel veel hype achter. En dat zie je nu ook terug op YouTube, hoor. Dat is niet dat het meer omhoog springt, weet je wel. Af en toe dat je nog bij je aanbevolen of zo. Dat was maar wat ik al zeg, er is geen multiplayer modus, er is niks verder. Ja. Ik weet niet of het DLC add-ons zijn, maar je speelt het één keer en je raakt het daarna ook nooit meer aan. Zo'n spel is dat natuurlijk ook wel. Het is gewoon een rollercoaster, zeg maar. Je gaat er een keer in en je bent er een keer uit. En dan kun je maar gelijk niet meer, dan kun je maar gelijk van je PlayStation afhalen, zeg maar. Ja, precies. Dus dat is wel. Maar ze vroegen er volgens mij ook niet de volledige €70 voor. Volgens mij vroegen ze me gewoon €40 of zo. Gewoon wel een redelijke prijs. Een redelijke prijs, inderdaad. Ja, precies. Ja. Niet dat de games graag tegenwoordig, dat ze €70 inderdaad vragen om een... Voor meestal de pre-order dan, hè?
Om saus, inderdaad. Ja, inderdaad. En eigenlijk, weet je, het is eigenlijk allemaal wel een beetje een FOB-dingetje, weet je, een pre-order. Ja. Want je kan hem ook gewoon, zodra die uit is, meteen kopen, dan heb je hem ook. En het is niet... Kijk, als je een pre-order doet, als je hem met cd hebt, dan heeft dat meer gevoel erbij, vind ik. Ja, klopt. Weet je, dan kom je, moet je echt je bed uit en bij wijze van spreken, je gaat er een dagje voor maken, in de rij staan, helemaal overhyped, dat je iets hebt. Maar nu heb je hem gekocht. Al ja, op de PlayStation. Ja, dat had ik ook, ja. Waarom zou je hem eigenlijk pre-orderen, weet je? Ja, dat is inderdaad zo. Hitman 3 was in 2021 een heel groot ding. Ik ben geen Hitman gast. Hitman 2 stond in de plus dit jaar ergens in de maand. Ik heb hem dus uitgeprobeerd. Ik heb er al een paar content van gemaakt. 3 video's volgens mij. Het is niet voor mij. Ik vind het te lang. Ik vind het te langzaam. Ik heb het idee van, ja, waarom? Je speelt het niet multiplayer. Als het multiplayer was, was het een stuk interessanter geweest. Maar je speelt het campagne. Mm-hmm. En dan denk ik van, het is zo sloom. En het is zo saai. Ik heb Hitman 3 wel een klein beetje bekeken. De wereld en zo zien er allemaal super levendig grafisch goed uit. Maar ik speel niet alleen een game voor de graphics. Het moet voor mij ook leuk zijn. Dus dat is Hitman 3 eventjes voor mij. Ik weet niet of jij er nog Ik heb die zelf nooit gespeeld. Nee. Ik vind het niet zo. Ik ben geen Hitman manneke. Nee, ik hou daar niet zo van. Oké. Ja, ik heb de oude eentje daarvoor nog gespeeld, weet je wel. Ik heb die speciaal niet gekocht en niet gespeeld, aangezien het was heel erg veel hetzelfde. Je hebt heel veel manieren om iemand neer te halen. Ja. En ik ben niet geïnteresseerd om. Ik speel een level en dan ga ik naar het volgende. En het is ook niet echt heel heavily story-based. Het is echt gewoon gameplay-based. In één level heb je misschien wel 80 verschillende manieren om iets te doen. En ik heb ik heb er geen zin in om het 80 keer opnieuw te doen. Om een andere manier te bedenken of te doen. Dat interesseert mij voor geen meter. En dat vind ik alleen maar een beetje tijdverspilling. Dus Hitman. Een leuk grafisch hebben ze goed gedaan. Zeer zeker een goede aanwinst voor de Hitman-serie dit jaar. Alleen niet voor mij persoonlijk. Zeker niet voor mij. Maar dan hebben we Ratchet & Clank Rift Apart heb ik besproken. Far Cry 6 heb ik net eigenlijk ook een beetje besproken. Het is gewoon weer hetzelfde in Far Cry. Ze moeten het alleen wel een keer wat anders doen dan alleen Far Cry. En die geruchten gaan ook rond dat ze een keer weer wat anders gaan doen. Want we hebben al zoveel Far Cry's gehad. Iedereen weet nou wel wat het is. Maar Far Cry 6 was gewoon prima, weet je wel. Niets bijzonders. Het deed niet echt iets extra's wat een andere Far Cry nog nooit eerder had gedaan, zeg maar. Ja, ik heb dan zeg maar Far Cry deel 3 heb ik gespeeld. Was echt een top game. Vond ik echt een mooie game. Die heb ik nog nooit gespeeld. Far Cry 3 niet? Nee, die heb ik nog nooit gespeeld. Oh, oké. Okay. Nou ja, die vond ik wel echt heel vet. Maar daarna kocht ik natuurlijk Far Cry 4. Ja. En toen dacht ik van... Oké, storyline. Gaat, leuk. En toen kwam ik weer de game in. En dan mocht je spelen en dan keek je om je heen en dacht je van eigenlijk ben ik eigenlijk deel 3 aan het spelen. Ja, precies. Ik heb interessant feitje, ik heb Far Cry 4 dit jaar ook gespeeld. Ja. Voor het eerst. En ik had Far Cry 5 al eerder gespeeld en ik had Far Cry New Dawn had ik gespeeld. En het is inderdaad, het is allemaal een beetje hetzelfde principe, Far Cry bij Far Cry. En sommigen houden ervan en sommigen niet. Maar dat is nou gewoon eenmaal hoe het met de gaming gaat. Je kan het met elkaar eens zijn, je kan het niet eens gaan. Maar gamers moeten ook iets durven te proberen op een gegeven moment. En over proberen gesproken, als je kijkt naar Resident Evil Village. Ik heb niet gespeeld, waarom niet? Ik ben een bangerd. De game kwam ook in 2021 uit. En het zag er best wel heel erg prima uit, zeg maar. Je had een beetje de horror elementen die je in Far Cry, Resident Evil, de vorige Resident Evil had, Biohazard. Maar het had ook een beetje de open world game genre die Resident Evil 4 had, zeg maar. En meer de actie had het. Het was een beetje een combinatie van horror en actie. En dat zag er best wel interessant uit. Ik heb heel die serie afgekeken bij YouTubers, bij Let's Players. Het was interessant om te kijken. Dus het was ook zeker een goede aanwinst qua Resident Evil. Ik weet niet hoe jij het erbij, hoe bij jou het zit met Resident Evil. Bij Resident Evil? Ja. Ik heb, even kijken, Resident Evil Biohazard gespeeld. Ja. En ik vind het echt een... maar dat is ook een oude game, weet je. Vergeleken met de nieuwe Resident Evil. Ja, want in deze Resident Evil zit Ethan zit er ook weer in, zeg maar. Ja, precies. Maar die heb ik zelf nog nooit aangeraakt, zeg maar. Ik heb nog zoveel games te doen. Mm-hmm. En het is ook zo van... Er zijn zoveel oude games die ik nog wil spelen. En er zijn nog zoveel nieuwe games die ik nog wil gaan spelen. Dat ik af en toe gewoon helemaal de weg kwijtraak. Welke ik eigenlijk daarna wil doen. En ja, precies.
9 van 10 keer kom ik dan wel weer bij een game uit die ik al eigenlijk in mijn, library had staan. En ik die eigenlijk maar bijvoorbeeld geïnstalleerd heb en nooit aangeraakt. En ik denk van ja, wil ik spelen, maar waarom zou ik het niet doen op YouTube, weet je wel? Ja, klopt. Het is altijd nice om op YouTube te spelen, inderdaad. En dan kunnen ook anderen gewoon lekker meekijken. En dan kun je feedback krijgen wat waar je kanaal nou eigenlijk precies om moet gaan. Maar dan heb je ook gewoon games zoals Deadloop. Daar gaf ik ook helemaal niks om. Nee, je hebt ook niet gespeeld. Omdat ik hou niet van games die totaal waar je eigenlijk amper progressie maakt. Ja, je maakt wel progressie, maar door dan letterlijk steeds hetzelfde en nog een keer hetzelfde te doen. Die game werd wel echt heel erg volop gehyped. Terwijl ik, ik kreeg altijd ads binnen van Deadloop. Op tv zag ik overal Deadloop. Ik denk van ja, ik ga het niet kopen. Je kan me laten zien wat je wil, maar ik ga hem gewoon niet halen. Want van dat soort games, daar hou ik gewoon niet van. Het is een uniek concept, maar ik ga er niet aan beginnen. Want, en dat is ook eigenlijk de reden waarom ik ook niet aan Returnal was begonnen. Gameplay-wise ziet het er super nice uit. Maar wat het met die game is, als je dood bent, ben je dood. En dan kun je helemaal vanaf start. En daar word ik gewoon chagrijnig van. Dus daar gaan we niet doen. Ja, ik ook wel, ja. Ja, dat willen we niet. Dat willen we niet. Nee. Ik wil gewoon, ik hou van mijn checkpoints in games. Ik ben een baby. Sorry. Ik weet niet hoe het met jou gesteld staat. Maar... Nou, bij mij wel. Ja, echt wel. Ik moet dat wel hebben, anders ga ik echt... precies. Is mijn PlayStation 5 niet meer heel... Nee, daarom. Dus dat soort games heb ik dit jaar absoluut losgelaten. Ja. Dit is misschien even een vervelend dingetje voor jou, Gotham Knights, met je DC. Een van de betere games die ik dit jaar ook heb gespeeld... Het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat ik dat ook gespeeld heb. Marvel Guardians of the Galaxy. Ja, die game kwam volgens mij in oktober uit of zo. Nog niet zo lang geleden. Ik was er even mee aan het wachten, maar op een gegeven moment had ik hem toch opgepakt. En hij beviel supergoed. Ja. Want de characters, de story, de muziek, de sound, alles was superleuk. Superleuk ontworpen, zeg maar. Het was echt singleplayer focused. Niet net als de vorige Marvel game, de Avengers, want dat flopte redelijk. De singleplayer was niet echt de main focus. Het ging meer om de multiplayer, wat een super harde grind was voor al die pakjes en microtransactions en al die onzin. Ja. Ze hadden Marvel's Avengers had één groot opening level met een brug of zo die instortte. En dan lieten ze alle characters even goed in beeld zien. En daarna ging het alleen maar achteruit, was het alleen maar grinden. Een korte verhaallijn, een verhaallijn die me niet echt boeide. Clunky movement. Ze zijn de game nog steeds aan het updaten. Met Marvel Spider-Man hadden ze er nou in. Interesseert me niks. Ik heb geen interesse om die game opnieuw op te pakken. Maar deze game, de nieuwe Marvel game, Guardians of the Galaxy, heeft echt alles wat de vorige Marvel game fout deed, nieuw goed gedaan. Gewoon een leuke singleplayer. Geen dotjes of datjes. Mm-hmm. En meer is het ook niet. En je bent er ook best wel even een tijdje mee bezig. Het is niet zo dat je hem heel snel hebt uitgespeeld of zo. Interessante verhaallijn. Leuk om te spelen. Goede grafisch is het ook echt een pareltje om mee te maken. Ja, grafisch vind ik het ook echt mijn eigen muur houdt me tegen. Ja, je hebt een hele sterk schild om je heen. En dat kan ik ook helemaal begrijpen. Maar ik zou hem zeker in de toekomst een keer oppakken. Want ook gewoon de combat systeem is een beetje Final Fantasy-achtig. Je bent eigenlijk de teamleader, zeg maar. Je geeft andere opdrachten. Maar het is ook vooral jij die aan het schieten bent. En je kan je special attacks toevoegen. Ja. Je kan voor andere special attacks vrijspelen. Je kan pakjes vinden over de map, zeg maar. Die je dan aan kan doen voor de leuk. Het is nou niet echt een unieke game of zo. Het is wel weer een beetje hetzelfde als andere games. Het is niet een hele unieke game. Ook helemaal de combat is niks interessant, zeker niet. Maar het verhaal. Het is echt. Hiervoor speel je echt voor het verhaal, inderdaad. En gewoon de soundtrack en gewoon de spirit, zeg maar. Het is een hele leuke experience. Ja. Die je zeker niet moet laten liggen, denk ik. Mm-hmm. Dus. Nou, dat is gewoon mooi. Ik ben wel benieuwd naar. Ben jij uitgepraat over 2021? Nou, eigenlijk 2021 wel. Ik ben veel meer hyped over de games die er gaan komen. Ja. Waarom ik nu echt me daarop gefocust ben, is omdat er gewoon zoveel nieuwe DC-games uitkomen waar ik echt op sta te wachten. En daardoor ben ik ook verder gaan kijken. Verder kijken dan DC, zeg maar.
wat er aankomt. En dat houdt in bijvoorbeeld God of War komt eraan. Even kijken, Gotham Knights natuurlijk, die wil ik heel graag gaan spelen. Yeah. Plague Tale, de nieuwe, die komt ook uit. Yeah. Saints Row komt er ook weer een nieuwe van uit. Is ook heel vet, wil ik ook heel graag even bespreken. Mm-hmm. En Tiny Tina's Wonderland van wil ik ook nog heel graag bespreken met jou. Ja, dat gaan we zeker. Ja? En nog één, en dat is wel speciaal vind ik, aangezien er is nog geen ene game van uit. En dat is Wonder Woman. Oké. Daar komt ook nog een game van uit. We gaan zometeen inderdaad, zoals Gotham Knight zegt, lekker de 2021 shit achter ons laten. Maar ik wou het toch nog over een paar dingetjes, wou ik toch wel eventjes kwijt. Want de laatste game die ik eigenlijk heb gespeeld, waar ik eigenlijk 2021 mee afsloot. Nee, wacht. Jij hebt natuurlijk, ben natuurlijk ook gewoon, want ik ben natuurlijk ook een beetje van de shooters. En ja, we hebben dit jaar natuurlijk zoals altijd de Call of Duty gekregen. Mijn interesse begint wel een beetje te zakken voor Call of Duties, eerlijk gezegd. Het is veel hetzelfde en de jaarlijkse cycle maakt het ook natuurlijk echt niet beter. Ik bedoel, campagne is altijd wel leuk, gehyped en ze hebben natuurlijk altijd wel... grafisch hebben ze het altijd wel leuk gedaan, maar qua verhaal is het ook niet heel interessant of zo. En het is gewoon een leveling systeem geworden voor je wapens die je kan gebruiken in Warzone. Meer is, die multiplayer wordt niet meer zo support als het eerst was voordat heel Call of Duty Warzone uitkwam. Want dat is duidelijk de main focus van Call of Duty tegenwoordig en niet meer de multiplayer. En ze doen niks meer speciaals met multiplayer. De laatste keer dat ze echt iets speciaals deden met de multiplayer was terug in Black Ops 4 uit 2018, waar iedereen 150 hield kreeg. En als je een healing system had, zeg maar, een spuitje, zodat je jezelf kon healen, zeg maar. Dat was echt een beetje tactiek in deze game. En in deze game is wie kan het meeste kills maken zonder de minste deaths. Het is een clusterfuck. Puur om je wapens te levelen die je uiteindelijk weer kan gebruiken in Warzone. Dus mensen gaan alleen maar naar multiplayer om in die clusterfuck even wat wapens te... Er is geen tactiek, er is geen spel meer. Het is niet meer... Ik ga denk ik de volgende keer geen Call of Duty meer halen, want het is gewoon niet meer zoals het is geweest. Nee, precies. En Battlefield heeft me ergens ook wel een beetje teleurgesteld met de vele bugs die ze hadden. Ja, het was niet af. Weet je, het is ook zo met Call of Duty en inderdaad Battlefield. Wordt allemaal zo erg uitgemolken. Die grote gamer developers die krijgen veel te veel veren in hun reet of zo. Want ja, echt. Want Rockstar Games dit jaar GTA 5 Trilogy. Ik ben hartstikke hard genaaid door die games. Ja, die games. Ja. En jij had me al gewaarschuwd, dat moet ik wel zeggen. Maar ik heb niet geluisterd met want ik was zo geblind. Ja, ik denk Rockstar, Red Dead Redemption, GTA 5, Bully 2. Nee. Kijk eens wat ze allemaal gemaakt hebben. En dan krijg je dit stuk stront op je afgeschoven voor 60 euro. Je kan die oude games niet eens meer terugspelen. Nee. Die hebben ze verboden. Je moet die games spelen. Fuck off, Rockstar. En fuck off Call of Duty en fuck off Battlefield, alsjeblieft. Ja, kijk, daar kijk je, dat hoor ik graag. Nee, een maar beetje, het is, nee, maar dat is gewoon zo waarom ik vind het... Ik speel natuurlijk op eigen kanaal, dat is niet om te promoten. Maar ik speel, heb ik een serie lopen en dat heet Random Games. En dat is gewoon, dan geef je andere kleine games die niet zoveel aandacht krijgen een kans. Om even, weet je, ook te laten zien dat het meerdere games zijn. Goede games, ook slechte games. Maar... Ja. Weet je, en dat is met Call of Duty en Battlefield is het zo van... Het was een goede game, het is een mooie game, maar ze hebben te veel lopen melken. Op een gegeven moment is het klaar. En dat is ook met Medal of Honor zo geweest. Ze hebben heel veel mooie games gemaakt van Medal of Honor. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon gestopt. Het is gewoon klaar en ze doen het er ook niets meer aan. Precies. En dat vind ik ook mooi. Gewoon stoppen bij het hoogtepunt. En dat hou je wel een beetje als de memory van... Het is wel show, weet je wel? Die hebt er wel... Leuke herinneringen aan. En nu zijn er zoveel van Call of Duty en Battlefield gemaakt dat je denkt van... Ja, het was leuk, maar nu, weet je, het blijft hetzelfde. Maar dat ik is... bijvoorbeeld ook, ik ben ook een beetje aan het experimenteren met games. Ik hou helemaal niet van race games. En ik heb ook Hot Wheels Unleashed, omdat ik vroeger heel veel met Hot Wheels deed. Vond ik wel een heel interessant spel om te spelen. Ook een leuk spel om een keer te overwegen. Hele leuke, van heel veel, ook van DC, Batman expansion, leuke dat gameplay. Ook, klopt. En een eigen trackbuilder, dus meer is niet, gewoon racing fun, wat wil je nog meer? Maar ook een vriend van mij, die heeft mij overwogen om de Crew 2 te gaan kopen, zodat ik daar ook een serie mee kan maken. Dus dat komt binnenkort ook op mijn kanaal.
Ja, de crew. Ja, hij was helemaal in de af, hij was helemaal afgeprijsd. 18, voor 18,29 euro hebben we via bol.com kunnen halen. Dus die, daar gaan we binnenkort ook meer van zien op InfinityNL. Ik ben best wel hyped om die game te gaan proberen. Een hele grote map. Volgens mij duurt het 40 minuten om van het ene punt naar het andere punt te gaan. Met auto. Dus dat is wel echt insane. Dus ik ga ook wel iets meer die racing genre wil ik in op mijn kanaal. Dus ja, dat was ja, 2021. Was het een goed jaar of was het een slecht jaar? Voor de grotere games vond ik het een kutjaar eigenlijk, ja, een beetje. Voor de kleine, maar voor games, de kleine die, indie games, ja, die shinede, ja, echt. Ja, zeker. Echt wel dit jaar. En Marvel heeft dit jaar ook een goed beentje voortgezet. Die heeft echt geleerd van de vorige mistakes die ze hebben gedaan. Dus dat is eigenlijk mijn dingetje van 2021. Het was een mediocre jaar. Ik denk dat 2022, daar gaan we echt lekker knallen. Ja. Dus laten we gelijk... Zo. Oh, deze moet ik kopen. Godverdomme. lekker voorbereid. Deze. Get up, Mika. Boom, boom. Oké, 2022, dames en heren. Yes! Yes! Woe! Ik wil zeggen, hoe lang zijn wij al bezig? We zijn nu 36 minuten bezig. Nou, dan knallen we gelijk door naar 2022. Helemaal mooi. Even kijken, waar wil jij beginnen? Ik vond het mooi te beginnen om bij God of War. Ik haal even mijn 2020, want die weet ik al helemaal niet zo goed uit mijn hoofd. Okay. Waar wil jij beginnen? Jij wil beginnen. Wil jij 2022 openen? Ja, dat is goed. Oké, dan begin maar. 2022, dames en heren. Het gaat erom, waar ik het nu heel graag met Infinity over wil hebben, is God of War. Waarom? Ik heb in 2018 God of War, die andere God of War gespeeld. Graphics, fantastisch. Verhaallijn, verbesties. Verbesties. Eigenlijk verbesties, fantastisch. Alles. Yeah, dus alles. Ja, weet je? Verbesties. En ik sta echt erop te wachten, aangezien ze zijn zo bezig nu met de kant van de Noren en met de Vikingen. Ja, ja. En dat is echt mythologie, hè? Mythologie, inderdaad. Dat is echt overhyped. Waarom? Ze kwamen met... dus eerst kwamen ze met een grote film, serie, Vikings. Dat is helemaal overhyped geworden. Hebben ze uiteindelijk... er zijn ze Screed Valhalla. Hebben ze gecreëerd. Ja. En daar nog bij komt er nu ook weer een vervolg van God of War in die genre. En dan heb je een klein stukje kunnen zien in de begin serie. Of trailer, dat ze Thor erin hebben. Oké. Okay. En een god, zeg maar. Ja. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ja, nou dus. Wat ik vooral in God of War... Ik had God of War later dan jou gespeeld. Ik denk eind 2020 had ik God of War opgepakt. Toen had ik eigenlijk de tijd en de wil en de zin om het te spelen. Op de PlayStation 4 nog net. En serieus, echt een hele goede game. Echt absoluut fantastisch. Het verhaal wat jij inderdaad zegt, gewoon de bonding met je boy, weet je wel. Ja, de combat was awesome. Heel veel monsters. Je voelde je echt heel snel een badass, zeg maar. Met dat soort game. Dat is het. En dat is wat sommige games wel missen, weet je. Dat je bijvoorbeeld een van de krachtige personages speelt. Ja. Maar dan gewoon de lek hebt dat je denkt echt van, ik ben een je god. Je voelde je echt bad. Maar, en het was challenging op een goede tijden, zeg maar. Het was niet per se heel makkelijk of zo. Maar vooral de boss battles, of gewoon die hoe heet dat ding, in de main headquarters, zeg maar, had je zo'n grote slang. Of al was het, waar je op een gegeven moment ook inging en zo. Ja. Super dat was dope. Echt, ja, echt waar. Ze hebben echt heel veel... Super veel action. Heel veel klappers voor die game. Ik ben... maar, nadeel, het is gelekt. Dat zei je laatst ook tegen mij. De release datum is pas aan het einde. Je zou het eigenlijk bijna een 2023 game kunnen noemen. Bijna als de geruchten waar zijn. Ja, want, maar dat is wat er weer lekt, hè. Want het is wat ik ook weer doorkrijg. En dat kan ook weer vals zijn. Maar ik tot nu toe... leek het allemaal officieel. Dus ik ga ervan uit dat het zo is. Het was gelekt via Twitter. Dus ja, je weet wel hoe Twitter is. Dus ook gewoon één grote... bende met meningen en wat er gezegd wordt, weet je Twitter, ook nooit wat er... Twitter moet je niet naar, daar moet je niet naar luisteren, want dat is verschrikkelijk. Dus mensen, op die game kunnen we denk ik nog wel eventjes wachten, als die nog niet uitgesteld wordt. Maar ik heb liever dat een game echt gewoon, Battlefield, ik kijk naar jou, Cyberpunk, ik kijk naar jou, Call of Duty, ik kijk naar jou, een beetje uitgesteld wordt, voordat ze het gaan releasen. Dus het wordt zeker een goede game.
Ja, Cyberpunk daar gaan we het sowieso niet over hebben. Want, nee, dat, die game, dat was... woe, maar dat weet iedereen al. Daar hoeven ze deze podcast eigenlijk niet voor te luisteren. Ik heb hem uitgespeeld op de PlayStation 4 met moeite. Althans, met moeite voor mijn PlayStation 4. Ja, zo. Maar ja, een game die echt heel groot bij mij in het vaandel staat en die wel binnenkort uitkomt als het goed is. 18 februari 2022 staat deze release. Horizon Forbidden West. Oh ja, ja, ja. Ja. Ik heb de Horizon Forbidden Dawn. Heb ik Dawn heet die? Volgens mij niet, maar ja, maar even. Ja. Die heb ik gespeeld en het ja, was super nice, een beetje, ook een beetje survival aspecten hier, af, hier en daar, leuke grote machines, wat me wel een beetje tegenviel, een beetje verwarrend verhaal moet ik eerlijk toegeven, maar ja, het ging maar vooral een beetje om de open wereld en de omgevingen en ja, al dat de rattenplanten. Dat is wel En ik vond het wel een beetje jammer dat je in Horizon, die eerste Horizon game niet alle beasts kon bereiden, zeg maar. Dat kon je wel als je bepaalde labs binnendringde, zeg maar. En een bepaalde kracht kreeg, waardoor je dat dus wel kon doen. Maar je kon bijvoorbeeld niet op de vliegende robot zitten of zo. En ik hoop wel dat dat in deze game gaat. Maar ja, ik heb er... en onderwater beast had ik gezien. Heel veel onderwater elementen. Okay. Natuurlijk echt supergoeie grafisch. Het zijn van Nederlanders, de Nederlanders die het maken. Dus dat maakt natuurlijk ook wel even extra speciaals. Maar een klein Nederlands... ja, klein weet ik niet, maar het komt uit Nederland. Dus dat is sowieso al heel ziek, vind ik. Dat is wel vet, ja. Ja, zeker. Ja, dus ik weet niet of jij de eerste al hebt gespeeld of nog wil gaan spelen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem aangeraakt. Ik heb hem gespeeld. Grafisch gezien, heel vet. Ja. Heel mooi. Ik heb hem niet uitgespeeld, dat niet. Want ja, op een gegeven moment kwam weer een andere game op mijn pad die ik uiteindelijk toch wel iets interessanter vond. Nou, oké, dat kan dat. Maar ja, dat was een oude game. Maar dat maakt niet uit. Ja. Maar het gaat mijn vriendin zelf, die heeft hem wel helemaal uitgespeeld en die vond het een fantastische game. Dus ik praat nu voor mijn vriendin dan even. En okay. Die zei dat ze wel aan het wachten is op het puntje van de stoel voor de nieuwe game. Zit ik zeker ook tussen. Ik zit er, ik denk elke dag nog wel, ik kijk elke dag nog wel eens. Ik ben er gewoon, dat is hoe hyped ik eigenlijk wel voor ben. Aloy vind ik ook gewoon een leuk karakter om mee te spelen. Gewoon iemand, geen irritant iemand, gewoon een serieus iets. Serieus persoon die echt geloofwaardig is, zeg maar, in dat gebied. Dan mag jij er weer een kiezen, zo gaan we om en om. Oké. Dan ga ik voor natuurlijk de game waar ik op het puntje van mijn stoel sta. Dus, ik weet de release date nog niet, maar ik denk dat jij al weet waar ik het over ga hebben. Gotham Knights! Gotham Knights, inderdaad. Release date onbekend. Unknown. Ja, het staat letterlijk in je naam, dus hoe kunnen we dat er in deze podcast niet over hebben? Inderdaad, inderdaad. Ten eerste, het verhaal, geniaal. Waarom? Het gaat deze keer niet om Batman. Het gaat nu puur echt om de sidekicks. Ja. Het gaat altijd alleen maar over Batman. Ja. En het is wordt zo interessant. Dat, wordt interessant. Ja, waarom? Oh. Omdat het is altijd maar alleen maar gehyped op Batman. En de films, zie je, gaat over Batman. Maar je hebt een hele strip comic wereld nog boven hangen. En daar kunnen ze zoveel mooie spullen uithalen. En dat hebben ze eindelijk gedaan met de sidekicks. Eindelijk, ja. Ze gaan alles eruit halen wat ze er maar uit kunnen halen. Echt, dat is echt mooi. Dat hoop ik. Het gaat weer over Gotham natuurlijk. En het, ja, dat zit in mijn naam. En het gaat over alle villains die al terug zijn gekomen in Arkham Knights. Maar ze hebben het weer een ander jasje gegeven. Want Batman is dood hoe zeg je dat? Universe, zeg maar. Ja, inderdaad. En dan moeten ze uiteindelijk de game, met z'n vieren, moeten ze dan alles schamen samen doen. En dat betekent dus, het is een co-op game. Je kan het met z'n vieren, kan je, als het goed is, superziek. Kan je het uitspelen. Superziek. Helemaal. Dus dat is wel echt een game waarom ik daar echt overhyped voor ben. Dat snap ik. Jij bent zeker overhyped voor Gotham Knights. Ik ga Gotham Knights ook wel zeker halen, ook al heb ik een minder erge connectie met de DC Universe natuurlijk. Waarom ga ik hem halen? Niet per se voor het verhaal. Ik ga hem echt wel halen voor de gameplay, want ik vond de gameplay in Batman Arkham Knight echt super tof. Gewoon heel de sfeer en alles wat er op en aan zat, vond ik super tof. Dus deze game is voor mij absoluut ook niet te missen en ik ga hem ook 100% zeker ook halen. We gaan hem alleen niet samen maken in een serie, we gaan er gewoon lekker samen, ik zeker niet, ik ga er geen serie van maken. Nou, ik wel.
Ik ga er wel content uit halen, dat is één ding wat zeker is. Maar geen serie. Jij gaat hem natuurlijk echt goed promoten, die serie. En dat is natuurlijk ook gewoon zeer, maar dan ook zeer gepast. Dus. Zeker. 21? Wat? 21? Dan hebben we een volgende game waar ik eigenlijk nog niet zo heel erg veel van weet. Maar waar ik ook wel een beetje op zit te wachten. En dat is Hogwarts Legacy. De nieuwe Harry Potter game die eraan gaat komen. Ik weet nog wel dat ik op de PlayStation 2 is dat ik altijd Harry Potter games te spelen. Goede herinneringen aan. We weten hier gewoon eigenlijk niet zo heel veel van. We weten dat het een open world-achtig iets wordt. Waar je quests kan doen, waar je missies kan doen. Single player game inderdaad. Niet dat gedoe met Destiny. Daar wil ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Daar gaan we geen woorden aan vuil maken. Want daar hebben we geen tijd en geen zin in. Dus dat gaan we zeker niet doen. Maar ik ben er toch wel hype voor wat ik heb gezien. We hebben niet heel veel gezien, maar grafisch zag het er wel top uit. Dus, maar gameplay en zo, daar moeten we nog even wachten. Maar dat is zeker een game die ook wel op mijn radar staat. Dus ik weet niet wat bij jou nog meer op je radertje staat. Ik heb er nog wel heel veel staan, moet ik zeggen. Ik heb er nog wel een paar, ja. Ik wil dan graag bespreken Tina Tiny Wonderland. Ja, want ik ben ook een beetje door Gotham Knights een beetje in de wereld van Borderlands ingekomen. We gaan ook die Tina DLC gaan we doen. En ik ga ook die Tina Tiny's Wonderland is al een vaste serie die we gaan doen in 2022. Een game. Dus we gaan ook weer een nieuwe game. We doen nou heel veel oude games op ons kanaal serie samen. Maar dat wordt ook weer een nieuwe game die we samen gaan doen. Dus daar ben ik ook super hyped voor. Maar wat ik ervan moet voorstellen weet ik nog niet zoveel. Maar... Het is eigenlijk het. Het is nogmaals Borderlands eigenlijk. Dezelfde textures, weet je wel. En dat allemaal, graphics. Ja. Maar gewoon weer in een heel ander soort jasje gestopt. Normaal ben je een bounty hunter. Ja. Zeg maar. Of ben je zoiets, weet je wel. Ja. En nu gaat het waarschijnlijk zo worden dat je in een fantasy world zit en dat je meer de kant op gaat als in de fantasy wereld van World of Warcraft, weet je wel, zulke dingen. Dat je met zwaarden en met magie en draken, trollen, weet ik veel, wandelende skeletten, andere soorten, andere omgeving hebt. Dat is zeker nice, ja, zeker. Ja. Ja. Dat ben ik ook zeker, die heb ik ook zeker op mijn belangrijke radertje staan. Belangrijk. Het zijn zoveel games om te bespreken, Gotham. Maar ik begin gewoon waar ik wil beginnen. En dat is een game die ik nog nooit eerder heb gespeeld. Er komen twee games van. Er is al één game van uit. En dat is Dying Light 2. Dying Light 1 spreekt me niet zo heel veel aan, omdat het ook een beetje een verouderde game is natuurlijk. Maar gewoon het parcoursysteem wat ik van Dying Light heb gezien. Ik hou wel van games die echt een parcours hebben, waar je echt vrijheid hebt in games. Echt open world. Zombie horror element spreekt me wel aan. Het kampen opbouwen spreekt mij heel erg aan. En het verhaal spreekt mij heel erg aan. Dus grafisch ziet het er natuurlijk ook gewoon hartstikke top uit. Het is voor PlayStation 5. Die game heb ik zelf wel uitgespeeld. Ja. Deel 1. Ja. Is heel leuk, zeker. Ik heb het samen ook met een maat van me uitgespeeld. Ik moet zeggen, dat zelf mijn eigen ervaring, omdat ik het in co-op heb gespeeld, dat ik dat het leukste vond. Maar ik was blij dat ik het niet in mijn eentje had gespeeld. Aangezien, ik weet niet, ik hou wel van om samen iets uit te spelen, omdat dan... wordt het soms spannender of je kan elkaar helpen met dingen. Soms sommige games zit je gewoon ergens vast. En dan zoek het maar uit, zoek het op internet. Of weet je, dan haalt het weer, wat ik wil zeggen, weer de show eraf. Moet je het weer even opzoeken, terwijl je als met z'n tweeën speelt. Kom je dus veel sneller uit, weet je wel? Ja. En dat was dan mijn ervaring wel met die game. Wat ik dan denk is misschien een toekomstige serie, Gotham Knights. Wie weet, er komt nog heel veel aan inderdaad. Dus zoals 2022, wat zeg je? Wacht even. Of houdt het al? Nou even kijken, ik inderdaad. Dan moet ik zeggen? De Plague Tale. Ja, inderdaad, die staat er bij mij ook, een Plague Tale. De andere, een Plague Tale 2, want de naam... Inderdaad, maar niet uit. Maar die game, nogmaals, ik heb er al genoeg over verteld in deel 1. Ja. Maar het, blijkbaar gaat het verhaal gaat verder. Het verhaal gaat verder, Ik ben heel benieuwd, ik ben echt heel, heel benieuwd. De omgeving wordt anders. Je gaat ook op zee, zag ik. Ik had het gezien, Je gaat veel meer...
ontdekken, blijkbaar. Ja. En ik ben heel benieuwd welke personages er terugkomen in de game. Want ja, zeker. Ik heb er nog niet echt heel veel van gezien. Ik heb filmpjes gezien en toen ik het zag dat het uitkwam, ja, sprong mijn hart wel even een paar centimeter omhoog. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd daarover. Ik weet niet wat jouw mening daarover is. Ja, ik heb inderdaad ook voor de trailer heb ik even gekeken. En het lijkt gewoon Plague Tale Innocence alleen dan veel uitgebreider. Uitgebreidere locaties. Inderdaad, waar jij zei op zee. Hele leuke action set pieces die ik had gezien. Ja. Dus zeker inderdaad gewoon een game die ook op mijn radartje staat. En over de radars gesproken. Saints Row Day One Edition. Saints Row 4 had ik gespeeld, Remastered Edition. Vond ik een hele leuke game. Gewoon gekke actie. Een beetje een GTA, alleen dan lolliger en absurder dan dat het GTA hoort te zijn. Echt wel. Ja, en dat is wat wel. Deze game, voor wat ik heb gezien, ik heb nog niet echt heel veel gameplay ervan gezien. Maar deze staat sowieso ook wel op mijn lijstje hoor. Deze wil ik zeker ook wel binnen slurpen. Ja, ik ook wel. Want het is wel zo met... De laatste Saints Row. En dat was wat... Welke was dat? Deel 4, hè? Ja. Ja, nou ja, die vond ik leuk. Maar als ik deel 3 en 4 naast elkaar hou... Is het nou niet echt een verschil qua graphics of dat ze dat... Ze hebben het eigenlijk met dezelfde, volgens mij, engine hebben ze gebruikt... als voor deel 4, denk ik. Qua ook af en toe heb ik wel meegemaakt dat je af en toe wel glitches tegenkwam. Dingen bleven vasthangen. Dat zijn mijn dingen dat ik mee heb gemaakt. Ik hoop zelf dat ik dat niet meegemaakt met de nieuwste games. Ze hebben echt genoeg tijd gehad om alles eruit te krijgen. Ja, precies. En het is nog steeds in behandeling, het is nog in de maak. Ze krijgen genoeg tijd, ja. Inderdaad, maar ik hoop echt dat ze deze keer wel echt wel iets aan de graphics doen. Dat ik echt wel weer echt benieuwd ben, zeg maar. Ja, want ik was wel inderdaad. Een beetje... twijfelachtig over de game. Maar ik wil hem wel even, waarom wel ook inderdaad even bespreken. Oké, dat is zeker een bespreekwaardig puntje. Dus ik zal het ook zeker ook op mijn lijstje zetten. Dan weet ik niet of jij ook nog iets van 2022 hebt wat je nog wil bespreken, Gotham Knights. Ik ben nogmaals een DC-fan en het gaat mij er nu ook een beetje om wat Suicide Squad. Ja, Suicide Squad. Die vind ik ook echt heel erg, ben ook heel erg benieuwd. Ze hebben ook heel veel acteurs ervoor gebruikt. Ja. Die al bestonden in de DC-wereld. Dus dat is, vind ik wel ook wel heel erg spannend, hoe ze dat gaan doen. Oké. Ja, want dat is, ik weet zelf nog niet of het een co-op game wordt, of het een, voor mij is het voor mij een single-player game. Maar als het filmpje te zien was, het een goede game. Leek het wel. Ja, het leek me, ik heb ook een klein filmpje gezien. Lijkt me ook wel best wel een prima game. Ik denk dat het misschien te vergelijken is. Ja, god, ik vind het kut om te zeggen. Het lijkt een beetje op de game Avengers, denk ik. Maar dan niet met het spectrum van dat het multiplayer is of zo. Nee, het is zeker meer... belangrijk dat het een single player based only game is. Inderdaad, dat is zeer belangrijk. Ja. Ja. Dan heb ik Final Fantasy 16. Alleen die release date is onbekend. Dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar wat wel in 2022 uitkomt is Stranger of Paradise. Final Fantasy Origin, die heb ik op mijn lijst staan. Want ik vind die combat altijd super dope om te spelen. Dus zeker iets wat ook op mijn wat verder op mijn lijst staat. Dan heb je ook nog Gran Turismo 7. Wat ik al eerder zei is... qua racing games ga ik steeds meer inkomen. Ik had het al gezegd over de crew. Ik had over Hot Wheels Unleashed, had ik het al over gehad. Racing games, die gaan zeker wel wat meer terugkomen op mijn kanaal. Dus mocht je het leuk vinden, even een duimpje omhoog. En laat weten wat jullie nog meer willen doen. Forza Horizon helaas niet. Want ja, dat is Xbox Exclusive natuurlijk. Maar ik zou hem ook graag willen spelen. Maar helaas kan het niet. En dan heb ik nog één klein dingetje. Ik weet niet of jij ook interessant vindt, Gotham Knights. Dat is Stray. Dat is volgens mij ook een indie game. Dat speel je letterlijk als een kat in de futuristische wereld. Ja, dat heb ik veel voorbij zien komen inderdaad. Maar ik heb daar nog geen filmpjes van gezien. Ik heb daar wel wat filmpjes van gezien en dat is eigenlijk gewoon... Ja, dat is eigenlijk een beetje heel veel puzzelen, zeg maar. Ja. Ik weet je, misschien een beetje vergelijkbaar met Little Nightmares of zo. Een beetje dat soort platformachtig type zal het zijn. Little Nightmare, ja. Ja, inderdaad. Dus ook wel, die staat grafisch, is sowieso een leuk...
een leuk lichtpuntje in de gaming-industrie van PlayStation 5. Ik weet niet, ik denk dat die ook nog op PC uitkomt, als ik het niet verkeerd heb. Hij komt op 4 uit, hij komt op 5 en Microsoft Windows komt die uit. Dus ja, streden ga ik als niet. Maar ik verwacht geen volle prijs van deze game. Ik verwacht dat het ook gewoon weer een 40 eurotje, een 30 eurotje wordt. Oh, er staat wel oorspronkelijke release datum van 2021. Dus ik verwacht hem wel snel in 2022. Ja. Oké, dus zal die nog binnenkort uitkomen. Ja, en ik zie hier een hele hoop spellen staan waar ik eigenlijk niet heel veel woorden aan kan velmaken. Maar dat, de spellen die ik nou net heb behandeld zijn toch wel de hoofdgames waar ik voor naar uitkijk. En voor als ik nu allemaal eens eventjes, als ik nou even terugkijk naar Horizon, Call of War, Dying Lights, Hogwarts Legacy, Suicide Squad, Tina Turner, Gotham Knights, Saints Row, Plague, Strangers of Paradise, Stray, dan wordt het gewoon echt een prima jaar voor de games. Zeker een vooruitgang van 2021. Oh, dat is eigenlijk het verkeerde sound. Dat is de verkeerde sound. Ik wou een vrolijk soundje hebben, maar helaas. Pindakaas. Maar, als jij het gehele volgende 2021 jaren cijfer moest geven, wat was het dan? Echte nieuwe games. De nieuwe, dat was van 21? Ja. Ik denk dat het wel voor een 7 gaat. Ik denk 7. Zo was het wel, hè? Ik bedoel, er waren echt een paar games die haalden echt alles hoog. Ja. Ook een heleboel games die drukten echt alles naar beneden. GTA Trilogy, Battlefield, Call of Duty. Ja, ik dacht, als ik jou mag horen, dan denk ik dat jij wel een 6 zou zeggen. Nee. Want die games, daar verwachtte men al niet heel erg veel van. Nee, 7 zou ik zeggen zo. Ik zou zelf een 7,5 zeggen, want als ik kijk naar Ratchet, als ik terugdenk gewoon aan Ratchet & Clank en It Takes Two en Marvel Guardians of the Galaxy, dat zijn echt games die blijven me gewoon bij en die blijven me ook nog steeds bij als het 2023 is. En net als Red Dead Redemption mij bijstaat bijvoorbeeld, toen Rockstar nog wel wist hoe ze hun shit moesten doen natuurlijk. Ja. En dat weten ze nu nog niet meer. En 2022 voor mijn gevoel geeft mij dit een 8. Maar dat kan ik nog niet geven, want we hebben nog geen één van die games die we hebben besproken gespeeld. Ja, nog niet precies. Eens in alpha of beta versie, dus ja. Nou, en ik moet helaas jou mededelen, Infinity, dat het zo wat tijd is. Mm-hmm. Anders kunnen wij niks met deze video. nee, inderdaad. Dus nee. Ja, daar heb je gelijk in. Dus. Nee, maar dit was ook mooi geweest. We hebben alles besproken wat we wilden. Ik wil dan graag voor jou een gedeeltelijk een einde aanmaken voor jou. En dan wil ik zeggen dat ik hartstikke leuk vond om bij jou in de... Sorry, dat ging verkeerd. Ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk om bij jou in de podcast te mogen zitten. En inderdaad. De games kunnen mogen bespreken met jou. Ja. En dan laat ik dan verder het woord aan jou. En dan... Oh, dit komt niet op jouw kanaal, of wel? Dit komt wel. Ja, hou maar even. Oh, dit komt wel. Je hebt nog even tijd om afscheid te maken. Je hebt nog een paar minuten. Ik heb nog tijd om afscheid te nemen. Mensen. Ja, 2 minuten. Mensen, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat weten of je meer van dit soort podcasts wil luisteren. Want ja, te zien valt er niet heel veel, weet ik niet. Moet ik even kijken hoe het gaat met editen. Nee. Weet niet precies hoe het eruit gaat zien. Of je kijkt dit naar zo'n scherm. Maar ja, het is meer om te luisteren. Bijvoorbeeld als je op de fiets zit of whatever. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik wil hopelijk van jullie meer van dat soort podcasts te horen. Bij belangrijke events. Misschien als er een nieuwe game uit is gekomen. Misschien nog wel een podcast naar elke serie. Wel een iets kleinere dan. Een review of zo. Waar we dan samen tot een conclusie komen. Dus mensen, abonneer op mijn kanaal. Abonneer even op het kanaal van God of Night. Link staat in de beschrijving. Vergeet niet op dat belletje drukken om te hoogte van elke nieuwe video. En dan spreek ik jullie de volgende keer.